aan de kant stop niet. Maar wat is er? Huh? Wat? Jer Army, het is een verdrietige dag. Cue de zielige muziek, de regen en het zwart-wit filter. Want volgens mij is dit de allerlaatste weekupdate van Brugklas seizoen 9. En ja, we hebben mooie momenten gehad. En we hebben slechte momenten gehad. Maar het is snel gegaan. Ik weet, we hebben heel veel context gemist. We hebben heel veel content gemist. Oh, en trouwens, een van de vorige video's zei ik dat ik de Brugklasfilm nog nooit heb gekeken. Nou, wat heeft Brugklas opgestuurd? Da-da-da-da. De Brugklasfilm. Met glitter. Glitter achterkant. Zit er ook nog geld in? Daar moet je altijd voor kijken, hè. Als je... Oh, nou. Een Brugklas keycore. Oké. Dit is niet gesponsord trouwens. Dit heb ik gewoon gekregen. Hé, waarom zit hij nou zo gek? Hey Jeremy, zag in je video dat je de film nog niet hebt gezien. Dus bij deze de film. Groet. Ze heeft ook bijgedaan waar ik in de film zit. En ik heb een pen. Een Brugklas pen. Kijk, een Brugklas pen. Wauw, ik voel me net een make-up kanaal. Thanks Brugklas. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekupdate. Wauw, wat een geweldig pianospel. Ik kan net zo goed piano spelen. Ik kan niet piano spelen. Ik kan geen enkel instrument spelen. Ik zeg wel dat je me leuk vindt, maar dat lijkt helemaal niet zo. Omdat eindelijk je me leuk verkering. Vindt, dan ga je met dat persoon naar de film en je gaat samen op de foto. En je doet allemaal leuke dingen en zo. Waarom heeft hij een blauw oog? Waarom hebben we dit nou weer gemist? Dit lijkt me best wel belangrijk. Is er eindelijk gevochten? Hebben we het niet op beeld? Verdorie. Les. Toch? Mag ik alsjeblieft nog iets? Les. Dat is echt typisch meiden. Is zij willen zeggen wat ze willen zeggen? Wat jij te zeggen hebt. Doei. Doei. Kijk nou, Rotjoch, op je beeldscherm. Deze is voor jou, want jongen, ik bedoel meisje, wat flik je me nou? Mijn hele hoofd op... Oh, dit is echt fucking... Holy shit, doe dit nou niet. Maak geen grap, ik vind je super knap. Lief, grappig, zoet oh, als een ijsje. Oh, doe dit nou niet. Liz, oh Liz, word alsjeblieft voor mij. Oh, mijn god. Ik ben zojuist van binnen een beetje gestorven. Ja, kijk, dit hoofd. Dit hoofd. En deze. Konden ze trouwens ook gewoon geen mannelijke figuranten vinden? Er zitten letterlijk alleen maar meiden hier. Oh, wat goed. Sorry. Zeg. Oh, ze moeten overgeven. Ik was gewoon bang dat ik midden in de klas zou gaan huilen waar iedereen bij was. Ja, van emotie, weet je wel. Oh, zo. Ja, weet je wel, van emotie. Oh, hè? Huilen? Ik ben een robot. Wat is huilen? Kan je dat eten? Gedraag je. Gaan we er nou eindelijk achter komen? Wat de fuck er gaande is met hij en zijn zusje. En dat of die het nog gaat zien en of dat goed komt. Ik vroeg of ze kon komen logeren. Nou, dat is toch top. Ja, maar ik heb het al eerder aan meneer Vormers gevraagd en hij zei dat er geen ruimte was. Ik heb net geregeld dat ik dit weekend mee mag met Sita naar dat tweede huisje. Er is ruimte. Twee dagen later bereidt Farid zich thuis voor op de komst van zijn zusje. Zijn pleegouders hebben namelijk toestemming gegeven voor een logeerweekend. Nou, dat is fijn. Nee, oh mijn god. Ik wilde net gaan zeggen, wat als zijn zusje echt gewoon compleet anders is dan hij. Echt gewoon not lookalike. Echt gewoon dat je denkt van, hoe kan dit? Wat is hier gaande? En het begint er inderdaad zo uit te zien. Oh nee, het valt wel mee. De kinderen bij mij zijn... echt verschrikkelijk. En Boas, dat is de oudste, dat is echt een klier gewoon. Ik wil je ouders vragen of Nouria bij ons kan wonen. Oh. Kan ze misschien bij ons wonen? Het spijt me verschrikkelijk, maar ja, wij hebben er geen plek voor. Nee, en geen geld, want weet je hoe duur het is? Als je het heel graag wil, dan kan ik wel naar jeugdzorg bellen. He, dan kunnen we kijken of er iets aan haar situatie gedaan kan worden. Als het echt zo slecht is. Ja, dat is lastig. Je kan heel moeilijk iemand anders vragen of vertellen van... Hey, kan deze persoon bij jou wonen? Want het is best wel een last, weet je. Je betaalt niet voor de school. Je betaalt niet voor dit en voor dat en voor het eten en voor onderdak, weet je. Dat is duur. Ben je homo? Waarom noemen ze me nou weer homo? Had ik dat turnen niet moeten kiezen of zo? Want ze doen al... zo sinds de gymles. Wat? Huh? Wat was dat nou weer voor raars? Oh mijn god, dat shirt wat hij trouwens aan heeft. Wat goed, hij heeft zo'n shirt aan. Wauw, dat is echt gewoon... echt heel kut. Misschien komt het omdat vooral meisjes turnen leuk vinden. Turnen is lachen, man. De jongens doen er zo stom over turnen, omdat ze zelf gewoon niet zo lenig zijn. En dat meisjes wel lenig zijn en al die dingen. Turnen is nice. Ik weet eigenlijk niet of ik homo ben. Nee, ik denk het niet, Pieter. Nee. Maar ik heb er eigenlijk nooit heel goed over nagedacht. Hier staat ook dat homo-jongens vooral musicals leuk vinden. Wat? Waar lees je dit nou weer? Homo-jongens die houden meer van snijbonen. Ja.
musjes, snijbonen. Ik lees hier op een website dat er nog een manier is om het te ontdekken. Om het in praktijk te testen. En je moet opmerken wat je voelt bij jongens en bij meisjes. En je moet kijken wie je lekkerder vindt ruiken, met wie je lekkerder zoent. Ja, dat soort dingen. Bruh. Er staan twee koters in een gang op school. Die hebben geen fuck te doen. Die hangen daar. Die halen waarschijnlijk slechte cijfers. Die noemen deze jongen één keer homo. Er volgt meteen een hele cyclus van dingen dat ze gaan uitzoeken voor Pieter of die wel of niet homo is. Wat is dit nou? Oh, middelbare school is verschrikkelijk, want iedereen geeft zoveel fucks om wat andere mensen vinden van hun. Dat is echt, echt insane. Pieter, dit is fucking weird. Dat ik niet zomaar met jongens en meiden kan gaan zoenen. Ga ik maar aan ze ruiken? Ja, dat even is raar. Gaat hij ook ruiken aan die man? Probleem. Het ging even naartoe dat het leek alsof hij nu ging ruiken aan die man. Hoe bent u er dan achter gekomen dat u hetero bent? Nou, gewoon, je vindt een meisje leuk, dan weet je het. Nou, luister. Nou, ik vond Turner niet leuk en ik hou niet van snijbonen. En ik vind musicals ook stom als hij dat zegt. Ik had mijn vader een schuurtje en in het schuurtje had hij een kabinet. En daar zat een laadje. En daar, ja, daar zaten dus tijdschriften met schaars geklede dames. En ja, ik vond het best wel leuk om daarnaar te kijken. En ik vond ook dat ik de dames wel mooi vond. We hebben een piek bereikt, dames en heren. Wat? Ernstig ziek. Sorry, waarvoor? Nou, dat merk je zo meteen wel. Kom. Ja, maar ik heb niks fout gedaan. Zo zouden echte scholieren dan zeggen. Ik heb helemaal niks gedaan, what the fuck? Wat is er? Aan de kans op niet. Maar wat is er? Hè? Het gaat niet goed met Timo. Hij moet naar het ziekenhuis. Waarom? Komt goed, jongen. Timo. Wat? Hey. Wil jij je telefoon in de gaten? Timo. Ja. Kom, meisje. Nee, meisje, we kunnen echt niet. Mama, alsjeblieft, ik wil echt heel graag mee. We kunnen niet mee. Mama, alsjeblieft. Waarom niet? Ja, we kunnen niks doen, schat. Waarom kan je niet mee? Je kan wel, kan makkelijk. Ik kan best wel mee. Wat raar ook. Waarom werd Liz nou uit de klas gehad dan? Hij heeft een meningokokbacterie. De wat heeft hij? Ja, hij heeft een meningokokbacterie. Hersenvliesontsteking. Oké, okay, dat is best heftig. Van Liz. Is Liz ook ziek? Nee, ja, het is heel ingewikkeld. Huh? Ja, heel veel mensen kunnen de bacterie bij zich hebben. En Liz had het waarschijnlijk ook bij zich. Maar heel weinig mensen worden er ziek van. En toen hadden ze gekust en... Wat, is dat echt zo? Ik heb dit namelijk echt nog nooit gehoord. Is dit echt zo? Dat is, zou echt ziek zijn, what the fuck? Hij heeft die bacterie toch van jou? Door jou is die niet ziek, hè? Doordat jullie hebben gezoend. Ja, maar dat weet zij toch niet? Wacht, maar zij is dus uit de klas gehaald? Maar waarom is dat zusje dan niet uit de klas gehaald? Dat zusje wist van niks? Je haalt toch eerst familie uit de klas? Dit vind ik echt heel raar. Doe nou niet net alsof je van niks weet, want je werd sinds toch uit de klas gehaald, hè? En toen ben je toch allemaal getest en zo, niet dan? Ja, dat wel, maar het maakt er niet uit. Heel veel mensen hebben dat bacterie. Ja, dat komt en... door jou. Dat slaat nergens op en het is niet eerlijk. Nee, ze wist weet het zelf ook niet. Weet je wat eerlijk is? Dat Timo nu in het ziekenhuis ligt door jou, ja? Nou, dat is inderdaad niet eerlijk. Liz, dat is niet eerlijk. Hou volgende keer gewoon even die vieze bacteriën bij jou, joh. Ze waren hier corona voor, hè? Ze waren corona gewoon voor. Wil jij niet liever in het ziekenhuis zijn? Wat is dan een kutvraag om te stellen als docent? Tuurlijk. Maar ik heb een beetje leerplicht, zeg maar. Klopt het dat Timo de meningokokken van Liz heeft? Zo niet een ding, dit. Meestal heeft, als dit gebeurt, heeft iedereen er gewoon respect voor. Tenminste, dat is, je kan ook een kutklas hebben, misschien. Als het pauze is, duikt Sophie meteen het toilet in om onder verdere vragen van haar klasgenoten uit te komen. Vind je het nu ook niet een beetje kinderachtig worden? Maar ik heb het ook niet al te makkelijk, hoor. En het is... Oh ja, want 2 minuten verkeering is echt precies hetzelfde als iemand stelings is zijn, toch? Nou, ik ben anders wel heel erg gek op Timo, hoor. Het is ook niet altijd makkelijk dat je me maar de hele tijd blijft negeren. Weet je ook eens hoe dat voelt? Ja, precies, Liz. Je bent nu niet ineens zielig. Jij wilde met die coole kids omgaan. Jij, ik bedoel, deze chick met de Lamore shirt. It's man, topwijf. En kijk, nu is zij een keertje boos op jou. Bam, dat doen we met de seizoensfinale. We draaien alles om. Het spijt me en ik had niet boos op je moeten zijn.
Oké, nu is het goed. We zouden gewoon het gezellig kunnen hebben als we met z'n drieën afspreken bij jullie thuis. En dan, en dan voor Timo is het ook superleuk. Hoe leuk is het als hij uit het ziekenhuis komt en als we vriendinnen zijn? Dat is toch het mooiste cadeautje ooit? Weet je, echt school, had je nu een klap op je bek gekregen. Oh, ja, bam! Dus het is weer goed? Misschien. En als ik nou, het is gewoon... Ligt aan het bad. Nou, wat dacht je van zo'n bacterie? Dan geef ik je eventjes zo'n kusje. Als we dan wel weer vriendinnen zijn, wil ik niet allemaal liefdesverhalen over Timo horen. En over hoe het die zoent of zo. Dat bespreek ik maar lekker met iemand anders, ja? Tuurlijk. Ik zal het niet met je over hebben hoe ongelooflijk lekker Timo kan zoenen. Zou je even mee willen lopen? Hoezo? Dat vertel ik je straks van. Wat is er dan? Doem, doem. Kun je het gewoon alsjeblieft vertellen wat er met Timo is? Nee, laat die moeder het nou vertellen. Ik loop alleen maar te malen en ik word er helemaal gek van. Wat gaat die nou? Timo ligt op de intensive care. Hij heeft de hersenvliesontsteking. Ja, maar dat wisten we toch al? Kom, dan gaan we naar de lerarenkamer. Hè? Dan haal ik wat te drinken voor je. Waarom zeggen mensen dat altijd? Als ze iets heftigs vertellen en het komt bij ze binnen van... Wil je wat drinken? Zo van... Auw, ik heb pijn, ik heb pijn. Oké, blijf ademen. Oh. Holy shit. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik heb ineens geen pijn meer. Als je op de intensive care ligt, dan is het echt heel heftig. Oh, thanks Liz. Thanks. Dat is echt geweldige info. Ik ben zo erg voor je. Kijk uit. Volgens mij was dit de allerlaatste weekupdate, guys. I don't know. Brugklas gaat snel weer eventjes een nieuw seizoen maken. Ik weet dat het lastig is met corona en zo. Maar anders moeten mijn kijkers zo lang wachten. Zo lang. Dat betekent dat we nu eventjes zonder Brugklas gaan zitten. Of ze doen volgende week ineens pompen ze er ineens een video uit. Timo gaat bijna dood. Maar Timo zit wel in het einddansje, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Check deze filmpjes naast me. Ik check je de volgende keer weer. Later.